Jeroen en ik kennen elkaar al heel lang. Heel lang. Ja. Wij zaten in tegenovergestelde jeugdbindes, is echt waar. Hè? Dat is zonder zwans. Dat is zonder zwans. We hebben op elkaar geklopt dat we jong waren. Ja. Echt waar. Ik heb altijd gewonnen. Je zou dat niet zeggen, ik weet het, maar ik heb altijd gewonnen. Dus daar mag ik geen naam meer hebben. Ja. In het vroeger is knollen tot. Dat is echt waar. Christophe, daar speel ik ook al jaren mee. Gewoon theater. Ja, dat kunnen niet meer spelen, dat is gewoon theater. Danny is een muzikant, die ken ik ook al een hele tijd. En zit op GSM af. Nee. Elk van ons is al met improvisatie bezig op zijn manier al een hele tijd. Wij al ook in groepen samen. Ja. Dus toch is er nu bijgekomen dat ik alle vertrouwen in Danny is ook bijgekomen. Mijn profeten, wij hebben ondertussen denk ik 5 groepen doorlopen. Ja. En het is de eerste keer dat we het kunnen doen zoals wij het willen. Ook, we hebben wereldwijd gespeeld, met alle landen, noem het op, met alle improvisatoren van alle programma's die iedereen kent van televisie, daar hebben we gespeeld. En nu hebben we een groep geformeerd waar we echt, echt onwaarschijnlijk op ons gemak zitten en dat marcheert. Ik kwam met een zeker verwachtingspatroon van naar hier. Ik wist wel dat de improvisering ging zijn, maar ik moet zeggen, chapeau. Dus ze pakken toch maar die kleine briefjes uit de pot die iedereen geschreven heeft en dan beginnen ze daarop te fantaseren. Oké, er zijn wel misschien geëikte formules die ze alle terug kunnen gebruiken of kunnen op terugvallen, een klein beetje. Maar voor de rest is het toch knap gedaan. En voor toch in een tijdspanne, ik vind dat ze ook een goed evenwicht maken, dat om een duur niet te lang blijft duren. En ze weten juist op het moment ook te zeggen van, nu is het genoeg geweest en dat voelt als publiek ook aan. En daarom krijgen ze ook een fijn applaus voor. Ze zeggen oké, het is een goed evenwicht gevonden. Ik vond het wel tof. Een klein ding met een duvel, dat hij met zijn kroon niet echt is en dat hij zonder kroon eigenlijk dat echt is, ja. Ik heb Geron al bezig gezien als opwarmer, die komt bij de kampioenen, onze mensen die de afleveringen moeten inlachen, ja, dan komt hij klaarstomen, maar eigenlijk is die veel beter als die zijn eigen ding kan doen. Ik ben positief verschoten, ja. Dit is echt een voorstelling, echt een improvisatievoorstelling. En ik heb er eigenlijk enorm van genoten, omdat ook hun timing zo goed is, vind ik. Ik bedoel, als het eventjes wat begint te kabbelen, hebben ze een enorme timing om daar een einde aan te maken en om mij iets nieuws te laten zien. Dat vond ik er al geweldig aan. Ik vond ook hun eerste verhaal, wat een lang verhaal is, dat was zo voorbij. We waren een uur bezig geweest. Ik heb heel goed gelachen. Ik heb ook heel veel genoten van de soms heel fijne dubbele woordspeling. Waar dat ook zo mijn een euro een seconde later viel. Waar dat ik dan achteraf nog plezier van had. Ik vond het een heel fijn voorstel.